Hi, hi vissen. Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 23. En dat is van maandag 4 juni tot en met zondag 11 juni. Als ik de kaarten schud om te kijken wat deze week staat te wachten. Dan heb ik daarbij de volgende kaarten. 8 van bekers. De 5 van staven. En de hoge priesteres. Beste vis, het lijkt te zijn alsof je nog steeds met iets rondloopt wat eigenlijk al een tijdje loopt. Je hebt het idee dat je het achter je gelaten hebt, dat je ervan weggelopen bent, maar eigenlijk heb je niks opgelost. Het wordt tijd om daar voor jezelf echt goed naar te kijken. Er is iets wat eigenlijk komt tot weer terugkomt op je pad, dat je misschien een bepaalde beslissing moet nemen waar je zelf niet helemaal uitkomt. Dit hoef je ook niet alleen te doen als je er niet uitkomt. Hè? Praat met je vrienden erover, praat ze met mensen erover die misschien wel helemaal juist buiten jouw eigen vriendenkring staan. Hè? Ga eens kijken wat mensen voor advies daarin kunnen geven. En natuurlijk haal je er alleen maar uit wat jij op dat moment nodig hebt. Je hoeft niet iemand zijn mening zomaar over te nemen. Maar laat het gewoon op je inwerken en ga eens bij jezelf bevoelen wat je hier nou eigenlijk mee moet. Hè? Het blijft terugkomen op het moment dat jij er niks mee gaat doen. Hè? Het is een emotie wat aandacht wil. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt en ik zie je volgende week weer terug.